Het concert van rapper Boef, dat aanvankelijk begon als een bruisend feest, nam een duistere wending in de late uren van zaterdagnacht tijdens zijn optreden in de Belgische stad Lievegem. Rond twee uur s'nachts ontspond zich een verontrustende vechtpartij, resulterend in één persoon die naar het ziekenhuis werd overgebracht. Volgens verslagen van de nieuwswebsite HLN ontaarde het evenement in een ware tragedie. Een ooggetuige vertelt: aan het einde van het optreden escaleerde de situatie en brak er een vechtpartij uit. De beveiliging sloot prompt de deuren, waardoor niemand meer in of uit kon. De politie bevestigde het incident met de woorden: We hebben ingegrepen bij een vechtpartij tussen twee personen. Er zijn officiële vaststellingen gedaan en er is een proces-verbaal opgemaakt. Het slachtoffer werd gewond en moest naar het ziekenhuis worden gebracht voor verdere behandeling. Opmerkelijk is dat dit niet de eerste keer is dat een concert van boef eindigt in een gewelddadige confrontatie. In 2022 escaleerde een situatie buiten de Belgische club Baja waar een grote vechtpartij op de parkeerplaats uitbrak en meerdere personen naar het ziekenhuis werden vervoerd. Ook in 2019 was er onrust tijdens een ander optreden van de rapper waar beveiligers herhaaldelijk moesten ingrijpen tegen fans met ongepast gedrag. De herhaling van dergelijke incidenten werpt serieuze vragen op over de veiligheidsmaatregelen rondom Boes concerten. Het roept tevens bezorgdheid op binnen zowel de fanbases als de autoriteiten over de mogelijke aanpak van toekomstige evenementen. De herhaling van gewelddadige uitbarstingen werpt een schaduw over de anderszins opzwepende atmosfeer die deze concerten beogen te creëren, en benadrukt de noodzaak van doeltreffende maatregelen om de veiligheid van zowel artiest als publiek te waarborgen.